is een beetje afhankelijk van waar je kijkt. Maar het is natuurlijk zo dat je in eerste instantie kijkt naar hoe een speler een bal behandelt. Hoe hij beweegt. Het is natuurlijk een compleet plaatje. En natuurlijk wil je alles zien. Je wil kracht zien. Je wil snelheid zien. Maar het blijft altijd een eerste indruk en gevoelskwestie. Je moet met een bepaalde speler moet je een gevoel hebben. Pas dan heb je iets van, daar kan ik mee verder.